Breda Nu. Je weet het meteen. Iets meer dan een maand rijden de bussen van Arriva volgens de nieuwe dienstregeling. Dat gaat niet overal vlekkeloos. Vooral fietsers op de Oosterhoutseweg voelen zich niet meer veilig. Vind je het hier nog steeds veilig fietsen sinds de bussen hier mogen rijden? Soms. Als de bussen, als de scholen net uit zijn, dan fietsen heel veel kinderen. Dus dat vind ik best gevaarlijk. Ja, nog steeds wel, maar het is wel minder onveilig. Want de mensen hier zo, de bussen, die rijden soms heel breed en met z'n tweeën naast elkaar. Dus dan zit je echt met z'n tweeën op een heel klein stukje, zeg maar. En dan moet je soms echt achter elkaar gaan fietsen. Vind je dat er verandering in moet komen? De bus een andere baan geven. Dat vind ik wel een goed idee. Ja, ik vind van wel, want ik heb zelf hier ook een keer gezien dat een fietser onder de bus lag. En dat vind ik gewoon niet veilig voor de fietsers. Dus, en de bus die rijdt hier pas sinds januari. Dus ja, ik kan gewoon beter weer terug naar hoe die eerst reed. Arriva herkent het probleem, maar zegt dat ze op dit moment geen klachten hebben binnengekregen. De woordvoerder geeft aan open te staan voor een bewustwordingscampagne samen met de gemeente en scholen. Heb je zelf een keer gezien dat het fout is gegaan? Ja, ik zelf een keer. Bijna tegen een bus aangereden. En hoe kwam dat? Omdat we met vrienden keken, waren wat kletsen en toen letten we niet op. Dus, maar dat kwam ook door mezelf.